15 jaar geleden was mijn zoon aangesloten bij SC Merksem. En ik zag de verloedering van die club en opkomende diversiteit en de problemen die daar aan gepaard gingen. Laat ons de deuren opentrekken, we gaan voor diversiteit. Ze is er nu eenmaal. We mogen doen wat we willen, we gaan met moeten leren samenleven, hoe dan ook. En laat ons er ineens voor gaan en trek die kaart. Er is een Afrikaans gezegde dat zegt: It takes a town to raise a child. Er is een dorp nodig om een jongere op te voeden. En City Pirates wil een beetje een dorp creëren rond elke jongere, dat mee kan zorgen dat die jongere goed kan opgroeien. De meeste profclubs die stoppen na 300 leden en de rest hoort er niet meer bij, want we gaan enkel voor de beste. Dat willen we absoluut niet. Dus die 999 andere leden zijn ook heel belangrijk. Dus het moet mooi zijn, we moeten een présence hebben. Het is ook een spel van regeltjes en van plichten, en van rechten en plichten. Maar het is ook geen gepamper, daar doen we ook niet aan mee. Het is gewoon het leven zoals het is. Kordaat, rechtdoor, eerlijk zijn en elkaar helpen waar het moet, maar ook geen misbruik van maken. Dat is duidelijk. Zonder de vrijwilligers is de club zo dood als een pier. Hè. Zeker hier. We hebben nog echte die hard, goede mensen die zich echt ten volle inspannen en bijna hun leven wijden aan het project. Hè. City Pirates is meer dan voetbal, hè. Het is echt wel een project. Ik kan er me zeker op zitten dat de mensen al wat lawaai toeren. Mensen al wat naar hier lokken voor de wedstrijd. Ik ben zover vrijwilliger. Ik heb hier op de club, ik kan dat met trots zeggen, nog nooit 1 cent verdiend. En ik zou het niet anders willen nemen. Een vrijwilliger is iemand die had dat vrijwillig dood. Anders is hij in mijn ogen geen vrijwilliger. En dat nauwelijks zou we muziek moeten nemen. Ze. Wij heden het bestuur, de spelers en de supporters van de Duffel van harte welkom in ons Jef Merman Stadion. Hartelijk bedankt voor de fantastische inzet die je gedurende 25 jaar hebt getoond. Dank je. Zonder de steun van die mensen zouden we een heel klein ploegje zijn, als we al een ploeg zouden zijn. De mannen, altijd gewerkt, altijd gestaan, altijd belangeloos. Nou, dat is zo'n motivatie voor mij en voor heel het team, op een grote manier.